Dames, heren, jongens, meisjes, welkom bij een gloednieuwe video en het is eindelijk weer zover. We hebben weer een gek gevonden. Wat ik niet wilde was video's maken over cursusverkopers die niet heel veel fout deden of maar een beetje dingen fout deden of maar een beetje raar waren. Maar ik heb echt een tijdje deze gast in de gaten gehouden en het is echt een diamant qua... Zijn naam is Alex Mulder. En als je hem misschien niet kent, zo ziet hij eruit. Ik ging ook even naar zijn Twitter toe, of naar zijn ex. Hoe het tegenwoordig heet. Maar daar is hij opgeschort omdat hij de regels van ex heeft geschonden. Nou, tegenwoordig met Elon Musk aan de macht kan je echt alles doen op Twitter zonder een ban te krijgen. Dus ik weet niet wat hij allemaal gedaan heeft, maar... Dat is niet best. Wat hij doet met zijn bedrijf is het verkopen van cursussen of zo. Ja, weet ik, het is allemaal een boekhouding. Het is allemaal weer onzin. Ik hoef je denk ik echt niet meer uit te leggen dat je nooit dit soort dingen moet trappen. Maar goed, ook hij heeft een website in de e-com en hij heeft... Ja, eigenlijk precies als de andere gast. Hij is voor zichzelf weer rijk en je moet kijken wat hij doet. Dan heb ik voor elkaar en daarom heb ik wat filmpjes gevonden en dat is echt weer schokkend hoor, dames en heren. Het is oprecht weer schokkend. Voordat ik verder ga, wil ik jullie iets vertellen over Revolut. Jullie weten inmiddels alle voordelen wel van Revolut. Geen extra kosten van maandag tot en met vrijdag met omwisseling in andere valuta. Met overzichtelijk bijhouden van je budget. En natuurlijk de supermooie metalen kaart bij het betaalde plan. Ik heb deze. Bij mij staat nog steeds dus... Koen is hot. Ja, ik gebruik hem dus met name ook veel in het buitenland. En daar is het zeg maar zo dat mensen dit ook kunnen lezen. Ja, dat is vaak wel ongemakkelijk. Maar Revolut heeft in deze maand ook een spaarrekening. Deze heet Dagelijks Sparen. En deze kan je gratis openen in slechts enkele klikken. Je kunt zonder gedoe 24/7 je geld opnemen en je krijgt dagelijks rente. Elke dag je rente uitbetaald. Hoe heerlijk is dat? Het begint bij 2% en voor Revolut Ultra gebruikers kan het oplopen tot 3,5%. Zelf heb ik de Revolut Metal en daar krijg ik 3% rente mee per jaar. Dat is top. Vraag je misschien af, ja, dat Revolut, maar hoeveel klanten heeft dat eigenlijk in Nederland? Dat weet ik. Meer dan 700.000. Dat is echt kapot veel. En dat natuurlijk allemaal dankzij mij. Yes! Revolut, geen probleem, jongen. Echt geen probleem. Dus ben je er nou nog niet één van? Van één van die 700.000 mensen? Maak nu een gratis rekening aan via mijn link in de beschrijving. En zoals altijd krijg je 20 euro welkomstbonus. Accountje aanmaken en 20 euro krijg je op je rekening. Dat is toch gewoon top. En ben je nou niet zo handig in sparen? Ja, ik ook niet. Ik vind het wel leuk om mooie dingetjes te kopen. Een beetje Gucci, een beetje Louis Vuitton en zo. Revolut kan je helpen. Je kan ook een spaardoel instellen. En zo kan je je doelen volgen. Ook kun je automatisch elke maand geld van je betaalrekening naar je spaarrekening overzetten. Dat je niet zelf hoeft te doen. En je hebt het niet eens door, want het gebeurt automatisch. Nee, moet je dan niet stiekem van je spaarrekening weer terug gaan naar je betaalrekening, want dan heeft het dus geen zin. Maar zolang je dat niet doet, is het top. En je kan ook automatisch rente ontvangen over je wisselgeld. Dit is een functie binnen de app, die kan je aanzetten en dan op bedragen die je uitgeeft, rond Revolut het af naar boven en dat zet je dan op je spaarrekening. Dus stel je doet voor 9,25 euro boodschappen, dan rond Revolut het af naar 10 euro. Maar ja, die 75 cent betaal je natuurlijk niet in de supermarkt, maar die 75 cent gaat dan naar je spaarrekening. En zo spaar je dus terwijl je het eigenlijk niet door hebt. Dus wil jij ook meer uit je geld halen? Dat kan. Download Revolut via de link in mijn beschrijving en krijg 20 euro welkomstbonus. Ik zie het dan staan op de website. Hebben jullie een succesgarantie? Succesgarantie? Ja. Wij bieden 3 dubbele garantie. 100% succesgarantie. Wij garanderen dat je 100% zeker resultaten zal gaan boeken binnen 90 dagen. Als je in de eerste 90 dagen geen resultaten behaalt, ontvang je een exclusief 1-op-1 gesprek met onze hoofdcoach. Zou dat Alex Mulder zijn? Zou top zijn. Waarin we een gloednieuw businessplan met jou zullen maken. Waarin we de oplossing zullen toepassen om resultaten te krijgen. Consistente accountability van onze high-level coaches, zodat er maximaal resultaat geboekt zal worden. Maar wat is dan de garantie precies? Krijg je anders je geld terug? Dat staat er namelijk niet. En waarom driedubbel? Driedubbele. Goed, laten we naar TikToks gaan kijken van deze enorme goeroe. Als je wiet rookt, dan kan je nooit je doelen behalen. Als je wiet rookt, dan ga je letterlijk je toekomst verspillen. Want wiet roken, dat zorgt ervoor dat jij je goed voelt op momenten dat jij je niet goed moet voelen. Kijk, buiten dat ik ook vind dat je geen wiet moet roken, omdat ik vind dat je sowieso niet moet roken. Wat hij zegt, is dat als je je niet goed voelt, dat je dan wiet rookt, dan voel je goed. Maar je kan toch ook prima wiet roken als je goed voelt. Lijkt me. Dus als jij in een situatie zit, je bent depressief, je voelt je helemaal slecht, het gaat niet goed, niks gaat goed in je leven en je gaat dan wiet roken. Ja, iedereen die wiet rookt is depressief. Het gevoel alsof de dingen goed gaan in je leven. Het moet een soort van beloning zijn. Je moet ervoor zorgen dat je gaat werken en gaat bouwen aan bepaalde dingen die jou lange termijn veel gaan opleveren. En als je dan een keer wiet rookt, prima. Maar daarvoor absoluut niet gaan doen. Eerst focussen op je doelen behalen en daarna pas je beloning. Eerst focussen op je doelen behalen en daarna wiet roken. Bier drinken is gay. Het verlaat. Dames en heren, hij kopt ze wel binnen hoor. Bier drinken is gay. Oké. Okay. Maakt letterlijk je testosteron. Je wordt dus eigenlijk letterlijk minder mannelijk. Dit is echt zo, dit is bewezen. Wat je letterlijk doet, is je verliest tijd, lichaam en je energie. Het verzwakt jou gewoon in alles in je leven. Wauw. Bier drinken is gay, want je hebt minder testosteron. Oké. Wat heeft dat precies met gay te maken? Als in, je kan toch heel weinig testosteron hebben, maar niet gay zijn. Of je kan heel veel testosteron hebben en wel gay zijn. Ik denk dat je bedoelt, en dat zou ook nergens slaan, dat bier drinken maakt je minder mannelijk. Dat zou op zich wel kunnen, want als je testosteron gezien met mannelijkheid, zou je dat kunnen zeggen, maar gay heeft er totaal niks mee te maken. Van bier drinken word je een kip. Want van bier krijg je minder testosteron en kippen hebben minder testosteron.
Bro, geniaal man, Alex Mulder, zie! Jouw product ging bij jou hard op bol. Oh, oké, we gaan nu. Oh, hij heeft een pot. Natuurlijk heeft hij een podcast, de. Jouw product ging bij jou hard op bol. Dat is een hele leuke vraag. Het product wat bij mij het allerhardst ging, dat was het product genaamd Spikeball. Dit product, dat is een product wat in de zomer hard gaat, omdat het letterlijk een strandspel is. En het werd vooral verkocht in de tijd eind mei, begin juni, omdat het eigenlijk een strandspel was. Ik denk dat hij nu gaat zeggen dat hij er 1000 per dag verkocht. Want ik denk dat het echt veel te veel is. Ik denk niet dat hij dat redt, maar ik denk dat hij dat gaat zeggen. 1000 per dag, denk ik. Nou, dat was een product die draaide op een gegeven moment 30, 40 sales per dag. Dan moet je... 30, 40 sales per dag. Mensen, luister even goed, hè. 30, 40 sales per dag is echt goed. Als in, dat is helemaal prima. Dat is echt lekker. Maar je gaat toch niet je laten coachen door iemand die 30 tot 40 sales per dag doet. Er zijn oprecht, denk ik, in Nederland 10.000 mensen, misschien wel 100.000 mensen, die meer sales doen dan hij. En hij gaat jou vertellen hoe het moet. Hij doet 30 tot 40 sales per dag. Moet je denken aan een prijs van 40, 50 euro. Dan zat je op 2000 euro. Ik vind het ook mooi. De prijs is 40, 50 euro. Nou, de prijs is dus 40 euro. Misschien 42 euro. Maar anders zou je niet zeggen 40, 50 euro. Laten we zeggen, de prijs is 40 euro. Hij zei 30, 40. 40 sales per dag. Nou, dat zijn nu 30 sales per dag. Dan kom je dus in plaats van 2000 euro omzet, wat prima is. Maar dan heb je 60k omzet in de maand. Nou, en dan moet toch allemaal kosten vanaf. Dus dan hoeveel hou je over? Goed hoor, maar niet echt bijzonder. Maar dat is niet zo. Het is dus 40 euro en 30 sales is 1200 euro omzet per dag. Wat nog steeds goed is. Geloof me, is hartstikke goed. Maar bro, je kan je toch niet laten coachen door zo'n guy, jou. Gelukkigheid is onzin. Gelukkigheid is onzin. Hij kopt ze wel binnen. Hoor. Geluk wil je denken? Is onzin. Oké. Okay. Hey, ik zal het even uitleggen. Gaat uitleggen. Gelukkigheid is onzin, omdat jij als ondernemer en je succes wil behalen in zijn leven. Je helemaal niet moet focussen op, oh, hoe ga ik me gelukkig voelen? Oh, moet ik mijn passie volgen? Dat is bullshit. Maar nee. Je moet je focussen op, wat gaat mij zoveel mogelijk geld opleveren? Bro, wat zeg jij allemaal? Oh, hier wordt het echt te ziek. Oké, volgens hem is geluk is onzin en moet je alleen maar focussen op zoveel mogelijk geld verdienen. Nou, ik kan je vertellen, als je daarop focust, word je hartstikke ongelukkig. En dan kan je echt zitten op een jacht en mensen gaan zeggen, nou, ik vind het niet erg om ongelukkig te zijn op een jacht. Jawel. Ook dan ben je gewoon ongelukkig. Weet je wat dat is? En dat is echt zo. En mensen beseffen dat niet. En tuurlijk, maar het is super chill als je gewoon kan kopen wat je wil kopen. Dat is echt fucking fijn. Maar... het went. Als jij een jacht hebt en je hebt 100 keer op de jacht gezeten, dan is een jacht ook normaal. Even normaal als dat jouw fiets is. Ik meen het serieus. Als in, ik heb mijn auto, aan het begin vond ik het fantastisch. Ik vind het nog steeds een super fijne auto, maar het went gewoon. Voor mij is het nu gewoon een auto. Zo werkt het, je hersenen gewoon. Alles went. Dus dit wat hij zegt klopt niet. Als in, je blijft een soort van gelddroom volgen, maar het is nooit genoeg. Op het moment dat je straks een miljoen hebt, denk je, ja, ik wil eigenlijk 10 miljoen. 10 miljoen wil je 100 miljoen. En je bent gewoon nooit bezig met geluk. Geluk is het belangrijkste wat er is, man. De mensen die gelukkig zijn, die zijn uit het systeem. Die zijn... wat een bullshit. Wat een bullshit, ouwe. Dus zorg ervoor dat jij als individu persoon. En zeker als man zijn, je focust op je plicht. En dat... weer als man zijn, nou, je weet ook weer precies wat voor gast. Dit is echt een entertainment nou, hoor. Die shit. Ga je focussen op dingen die jou meer gaan opleveren, oké? Ga je focussen op groei. Ga je focussen op ondernemen. Ga je focussen op... maar wat lult hij? Hij verkoopt 30 spikeballs per dag. Geld verdienen. Want uiteindelijk maakt geld gelukkig. En niet het doen wat je... wat zegt hij? ...dat je daadwerkelijk zo leuk vindt. Ik ken ook mensen die letterlijk doen wat ze geweldig vinden. En die daar juist ongelukkig van worden. Een goed voorbeeld. Dit? Een vriend van mij die houdt heel erg van horloges. Ja. Oké, maar die ziet dat totaal niet als zijn werk. Want als hij dat gaat doen en hij gaat zijn tijd en energie besteden in zijn passie. Dan gaat hij dat minder leuk vinden. Dan heeft hij mij ook... niet als zijn werk, want als hij dat gaat doen en hij gaat zijn tijd en energie besteden in zijn passie, dan gaat hij dat minder leuk vinden. Dan heeft hij... bro, dit slaat echt helemaal nergens op. Als jij een passie hebt en dan daar wil je toch juist tijd en energie in besteden. Als jij toch horloge leuk vindt, dan ga je toch iets doen met horloges. Dat is toch je hele ding. Oh, maar een vriend van hem heeft aangegeven dat hij dat niet gaat doen. Want dan vindt hij het niet leuk meer. Bro, dit is echt de grootste verhaal dat ik ooit in mijn leven heb gehoord. Holy fuck. Ik heb mij ook een aantal keer aangegeven. Dus wat jij moet doen, is jij moet je volledig gaan focussen op jouw onderneming. Spikeballs verkopen mensen, 30 per dag. Jouw business, ook al is het saai, maar doe dit dagelijks. Dan ga je heel veel geld verdienen en dan kan je dingen doen die heel leuk zijn, oké? Okay? Hij staat ook gewoon in Diergaarde Blijdorp. Hij staat op te nemen in hier ga je blij door. Geloof mij. Want uiteindelijk moet jij in business totaal niet emoties erbij voelen. Want uiteindelijk, als jij je passie gaat navolgen, dan ga jij daar emoties en bepaalde gevoelens bij krijgen. Maar in business mag je geen emoties hebben. Oh. In business moet jij 100% focussen en moet je dingen doen die helemaal niet zo leuk zijn. En als je dat gaat combineren met je passie, dan ga je dus dingen doen die jij heel leuk lijkt te vinden, maar die helemaal niet zo leuk zijn. Dus jij moet je emoties uitschakelen in het business gedeelte. Bro. En dit is waarom je niet je passie moet volgen en waarom jij je moet focussen op dingen die belangrijk zijn in plaats van... staat hier onder, dit is een prank. Is dit 1 april gepost? Nee, man. 1 feb. Depressie is niet echt. Depressie is niet echt. Echt wat? Dit is toch een meme? De harde waarheid is, het is niet echt. De mensen die geloven in depressie en dat ze depressief kunnen zijn, dat zijn de mensen die het ook worden. Als jij er niet in gelooft, dan kan je het ook niet worden. Ik zeg...
Gewoon het ontkennen van iets betekent niet dat het er niet is. Je kan ook niet zeggen van, ja, bestaat niet, man. En dan dat je dus geen krijgt, omdat je gewoon zegt dat het niet bestaat. Hé, hey, zie je koe, je moet reageren op hem. Wordt tijd. Nou, Alex, goed nieuws. Voetbal kijken is gay. Een studie... Voetbal kijken is gay. Oké, okay, nou, ik ben benieuwd. Waarom is het nu weer gay? Die is gedaan door de Testosteron Centers of Texas. Wijst okay. erop dat je testosterongehalte afhankelijk van de uitslag van een wedstrijd verhoogt of verlaagt. Dat betekent okay. dus dat het team dat jij support, als die verliest, dat jouw testosteron verlaagt. Terwijl als dat team wint, dat je... Testosteron? Het is al testosteron? Testosteron verhoogt. Dat betekent dus dat jouw emoties afhangen van een externe factor. Ja. En dan kan ik maar tot één conclusie komen. Of je bent een vrouw, of je houdt van mannen. Verder... Bro, wat? Bro, wat zegt hij allemaal, ouwe? Maar zo iemand moet altijd zelf in bescherming genomen worden. Holy fuck, ouwe. Het ding is ook, zelf maakt hij allemaal filmpjes op internet. En dan zit hij constant, weet ik zeker, zit hij te refresh van, oh, gaat hij goed? Voor al die dopamine shots en waarschijnlijk ook testosteron. Verder zijn er nog een aantal andere redenen. Okay. Het heeft letterlijk nul impact op jouw leven. Want wat maakt het nou uit of je voetbalteam wint of verliest? Het heeft letterlijk geen impact op jou. Bro, het is toch gewoon leuk? Er zijn ook leuke dingen in het leven, ouwe. Als in of je nou voetbal kijken leuk vindt, of met je vrienden de stad in leuk vindt, of een film kijken, heeft allemaal geen zin inderdaad op je leven. Nou ja, wel, geluk namelijk. Het heeft eigenlijk heel veel zin op je leven. Maar geen direct zin dat je er geld mee verdient. Wat voor hem een leven is natuurlijk. Maar holy fuck, hij vindt gewoon alles wat een soort van plezier, waar mensen plezier uit halen, vindt hij gay. Bro. Eigen leven. Dus waar besteed jij je tijd en aandacht aan? In plaats daarvan ga je focussen op jezelf en je toekomst bouwen. Wat boeit die voetbalwedstrijd? Wat je dus ook doet, is je zet de spelers en het team onbewust hoger dan jezelf, terwijl ze jou nog geen eens kennen. Wat voor een loop... Bro, jij doet precies hetzelfde, maar dan met Andrew Tate. Ga niet studeren. Ga niet studeren. Het wordt echt bizarder en bizarder. Omdat je financieel gezien in een negatieve spiraal komt. Jij gaat een studie in waarvan je helemaal niet weet of jij dat 100% zeker wil. En natuurlijk... Hij wil oprecht... Kijk, dit is dus het bizarre. Hij wil dus dat iedereen een eigen bedrijf opzet, denk ik, en spikeballs gaat verkopen. Want als iedereen dat doet, verdient hij geen cent meer. Maar hij verdient natuurlijk niet aan het verkopen van die spikeballs. Hij verdient aan mensen die dit blijkbaar zien en denken, wauw, ik moet zo'n cursus. Wat kost zo'n cursus eigenlijk? Oh, jezus, zie dit. Mijn baas vond het eigenlijk vrij normaal. Ik groeide op in een dorp vlakbij Amsterdam. Ik was vrij opvallende jongen die hield van voetbal met zijn vrienden. Met zijn vrienden en gezelligheid. Na de basis ging ik naar VWO, waar ik mijn leven voorzet. Op het VWO begon het prima, maar in de twee had ik geen zin meer in school aan leren. Hier bleef ik zitten. In VWO 2 werkte de oudste van de klas het jaar erop. Na een paar met deze jongens om te gaan, begon ik samen met hen en vrienden van voetbal elk weekend alcohol te drinken en veel rotzooi te eten. Door de leeftijd ging van alles mis in mijn lichaam. Dus 19 ging ik op vakantie naar de VS, Miami, en werd ik erg ziek. Ik resteerde een paar dagen lang in mijn hotel moeten blijven. Huh? Waardoor ik helemaal niks kon zien te doen. Hè, maar ziek? Hoe kan je nou ziek zijn? Van een loser. De eerste week voelde ik me iets beter. Daarna was ik me nooit meer zo goed voelde als voor de vakantie. Pijn die ik zomaar ervaren was voornamelijk een onderliggende buikpijngevoel. Mijn maag was constant druk. Maar de pijn was toen dus nog minimaal. Ik heb me laten controleren door een dokter. Daaruit bleek dat ik eventueel PDS zou hebben. Dat is behoorlijk wat stoffen mist in mijn lichaam. Toen begon school weer. Al met al had ik niet echt moeite met school. Ik maakte nooit mijn huiswerk. Game was saai, dus ik had veel vrije tijd. Die jongen van 6 heeft zoveel vrije tijd die omgaat met losers zich gewoon vragenproblemen. Zo ging ik plus minus de winter van 2019 door totdat COVID 2019 kwam. Dus sloeg bij mij alles om. Bam! Alles dicht. COVID, dames en heren. Even een leuk verhaal, man. De lockdown ontstond in Nederland. Rond maart 2020. Dit veranderde alles. Het grap was dus dat mijn normale leven ineens iets was wat ik erg miste. Wat ik juist graag terug wilde. Ik ging van de slechte gewoontes van daarvoor gelijk naar niet meer uitgaan van alcohol drinken. Geen drugs meer doen. Vooral water drinken. Boeken lezen. En of je... Boeken lezen? Maar dat is natuurlijk alleen... Maar dan vraag je misschien af, hoe is het met je buikpijnproblemen in al je tussentijd? Dat zal ik je vertellen. Van maart 2020 werd het erger dan ooit. Waar ik al een beetje last in de zomer, werd ik zieker en zieker toen mijn normale leven stopte. Ik had dadelijk zoveel pijn dat het voelde alsof ik constant steken in mijn maag. Ik moest constant gaan liggen van de pijn. Ik resulteerde zo'n 10 kilo te verliezen. Daar staat deze foto in bekend. Laat foto zien. Ah, dit is wel gewoon, zeg maar, een presentatie die hij ooit gegeven heeft. En dan heeft hij voor zichzelf laat foto zien. Maar hij heeft dan wel vergeten om, zeg maar, bij zijn verhaal op de website dan wel vergeten het een beetje aan te passen. Nou, mensen, u zien deze foto. Oh mijn god, Alex. Dat zag er bijzonder slecht uit. Daarnaast resulteerde het ook in 4 verschillende zelfmoordpogingen, omdat ik de pijn alles simpelweg niet meer aankon. Ik was ook maar een jochie van 17 toen. Bro was gewoon oprecht waarschijnlijk zo verdrietig en waarschijnlijk ook depressief dat hij 4 zelfmoordpogingen heeft gedaan. En dan heeft hij nu het lef om te zeggen dat depressie niet bestaat. Terwijl anders doe je dat niet, hoor. Als je gewoon, je bent gewoon zelf radeloos. En dit is precies het ding. Hij kan er niks aan doen. Hij is gewoon ziek. Hij heeft pijn. Iets waar hij niks zelf aan kan doen. Wat hij zelf aangeeft. Van, je kan altijd zelf wat aan doen. Hier kan hij niks aan doen. Hij doet 4 verschillende zelfmoordpogingen. En nog steeds durf je dan te zeggen dat depressie onzin is. Ja, ik vind het echt ongelooflijk. Wat nou gebeurt als ik door de pijn het gevoel heb dat ik in een eindeloze tunnel zit?
van het einde van de tunnel. Toch zag ik licht aan het einde van deze tunnel. Ik was namelijk in het moment dat ik me goed voelde door een zeer extra tijd, geen school, me gaan verdiepen in zelfontwikkeling, algoritme en social media. YouTube kanaal Day One ben ik gaan binge-watch. Check deze man. DJ, ciao naar jou. Je hebt weer een fan van je weer groot gemaakt. Top. Dat was een hele heftige periode voor mij en mijn familie. Ik heb doorzien mijn mindset werd unbreakable. Niet te vergeten, alle glorie naar Jezus Christus, maar ik ben gered dankzij God. Dames en heren, voor de gelovigen onder ons. Ik vind het allemaal prima waar je in gelooft. Als het maakt me geen donder uit. Ik geloof nergens in, want ik denk dat het niet bestaat. En jij denkt misschien van, oké, het bestaat wel. Prima. Be my guest. Maar het slaat echt helemaal nergens op. Ik vind het ongelooflijk dat je dingen als depressie dan niet gelooft. En iets waar nul grondslag aan is, het hele niks geloof, dat je dat dan wel gelooft. Ja, sorry, ik kan daar echt met mijn kop niet bij. Eerlijk gezegd krijg ik heel veel kippenvel terwijl ik dit schrijf, want ik weet dat dit allemaal waar gebeurd is. En veel mensen er wel voor kiezen om zelfmoord te plegen. En die zijn nu helaas nu in de hel. God heeft een plan. Bro. Dit slaat om ineens. Wat gebeurt hier? Goed, maar hij zei natuurlijk niet studeren. Oké, we gaan even verder hiermee. Ik ben even helemaal flabbergasted. Natuurlijk leen je daarvoor geld van de bank. Want ja, niet iedereen heeft zomaar 100.000 euro of hoeveel de studie ook kost klaar liggen. Maar 100.000 euro is wel echt. Dat is wel echt heel veel geld, man, voor een studie. Als je een studie kost voor mij 2500 euro per jaar. En je kan in 4 jaar klaar zijn, dat is 10k. Nou, je moet echt nog wel. Stel, je gaat ook ergens wonen en zo. Kijk, ik geloof echt dat je wel 50k kan komen. Maar 100k? 100k, ouwe. Dan zit je echt in het weekend gewoon je neus tevreden. En dat mag niet. Je moet werken, dames en heren. 100.000 euro. Nou, als je dat natuurlijk binnen een jaar mee kapt, dan maakt het allemaal niet zoveel uit. En vervolgens moet je deze studie dus afbetalen. Dus je komt gewoon flink in de schulden. Ten tweede, een papiertje is niks waard. Nou. Vroeger was een papiertje heel veel waard. Okay. En keken mensen echt naar je over van, oh, ben jij een dokter? Oh, ben jij een architect? Maar... Oké, vroeger was papiertje veel waard van, oh, ben je een dokter? Maar nu kan je natuurlijk makkelijk ook zonder studie kan je dokter worden. Bro, wat zegt hij? Maar tegenwoordig stelt het niet zo heel veel meer voor. Omdat je ook gewoon heel veel belasting betaalt. Want als jij nu een dokter bent en je verdient 10.000 euro per maand, betaal je gewoon 5.000 euro aan belasting. Hé, wat heeft dat dan weer te maken met die studie? Als je dokter bent, betaal je veel belasting. Als elke baan betaal je veel belasting. Jij ook. Alex, nou jij niet, want je verdient niet zoveel geld. Maar als je veel geld zou verdienen, zou je ook veel belasting betalen. Bro. En zeker de grootste bedrijven van de wereld zijn gewoon op zoek naar mensen met skills. Kijk maar wat Elon Musk wil. Geloof mij nog maar dat de topmensen die Elon Musk en die Jeff Bezos aannemen, die zijn zeker universitair geschoold. Want die hebben de hoogste dingen. Die hebben econometrie gedaan en al dat soort dingen. Om alles uit te kunnen rekenen. Echt niet van, ah ja, nee, ja, ik kan wel goed rekenen, man. Aangenomen, jij krijgt 5 ton per jaar. Over goed ondernemen gesproken trouwens. Dames en heren, kennen jullie al ikwiltegoed.nl? Ikwiltegoed is een website van mij, van Matty, van Robbie en van Raoul. En daar verkopen wij giftcards voor iedereen. Zowel gaming giftcards als placing giftcards. Allemaal leuk. Maar ook Bijenkorf giftcards en al die andere topdingen. Ook hebben wij de Tinder giftcard voor een vriend van je. Die geen chick kan regelen. Of een vriendin die geen goos kan regelen. Of een vriend van je die geen vriend kan regelen. Dat kan natuurlijk allemaal ook. Je kan ook je kaarten cadeau doen aan een vriend met een persoonlijke videoboodschap. Check ervoor ikwiltegoed.nl. Links in de beschrijving. Doe het nu. En spaar voor korting bij elke bestelling. Dat is top. Even voor de duidelijkheid, stel je denkt van oeh, ik vind dat jasje van 500 euro bij. Of vind ik wel echt gek, man. Dan kan je dus een 500 euro het goed kopen. Ik wil het goed. En dan krijg je het goedpunten die je de volgende keer gelijk kan gebruiken. Dus je hebt sowieso korting. Dat is toch top. Dus er is geen reden om vanaf nu, als je bij een van de winkels die wij op ik wil goed aanbieden, iets te kopen, het niet via ik wil goed te doen. Onthoud dat. Wat is de volgende auto die op de planning staat om te kopen? Ah, een auto. Kijk, ik heb al zoveel auto's gehad. Auto's zijn leuk, maar ik kijk eerder naar een jacht, om eerlijk te zijn. Ik bedoel... Een jacht? Een jacht? Dit is één maand. Eén maand voor die jacht. Je rijdt nu natuurlijk in een Audi A6 van 80 ruggen, maar heb je nog een verdere droomauto? Ja, 100%. Dit is mijn eerste auto, dus... Ja, dat is leuk, maar... Normaal gesproken worden er in een podcast alleen maar vragen gesteld, ja. Maar ik heb nu een dilemma voor jou. Alleen geld verdienen of samen met een vriend? Alleen geld verdienen, want zonder geld kom je nergens. Alleen... Huh? Hij snapt de vraag niet, man. Alleen geld verdienen of samen met een vriend geld verdienen is de vraag die hij stelt. Alleen reizen of een vriendengroep? Met alleen... een vriendengroep. Ja, alleen reizen, want die vrienden die gaan niks doen. Holy fuck, wat een domme peer, man. Alleen reizen, want die vrienden gaan niks doen. Yes, hoe combineer je school met ondernemen? Ik zit momenteel nog in 6 VWO. Ondertussen onderneem ik gewoon, dit is zeker mogelijk. Het allerbelangrijkste hierbij is een goede planning. Buiten, dit is echt een meme. Kijk, deze planning. Wat doe je hiermee? Dan print je het uit, dan plak je het naast je bed of zo. 6 uur opstaan, ochtendroutine. School tot 14:10, eten tot 7, eten, huiswerk maken, gym. Toen begon school weer. Al met al had ik niet echt moeite met school. Ik maakte nooit mijn huiswerk. Dus in 2019. Oké. Maar in 2021 zat hij blijkbaar eens op school. 6 VWO. Dus hij heeft 6 VWO, heeft hij niet gehaald, hij heeft geen diploma. Maar hier zegt hij... Diploma, nee, ik vind dat ook echt totale onzin. Hij vindt totale onzin. Dat hij 6 VWO zat hij nog op school. Hij heeft gewoon zijn examen niet gehaald. Bro heeft gewoon zijn examen niet gehaald. En nu doet hij alsof het onzin is. Terwijl hij gewoon gefaald heeft. Hij heeft gewoon kapot. Hard gefaald. Maar heel makkelijk inderdaad als je iets niet lukt, omdat je ergens totaal in faalt, want dan zeg je... Ja, heb je niet nodig, man. Nee, is echt onzin, man. Heb je echt niet nodig. Hij maakt ook vlogs, man. We hebben nu lichtblauwe lovers gehaald. Of gaan we nu kopen. Gaan we natuurlijk laten zien, hè, en ook laten zien dat we dit ook echt shoppen in plaats van dat al die haters... Ik weet al jullie gaan commenten van ja... Oh, wat is je nou? Het niet echt. Is het nou een merkwinkel? We gaan het gewoon laten zien. Dit ben je toch niet? Want we maken gewoon pap. We maken pap, oké. Ja, is 5,50. Car, please.
Ja. Card, please. Zou die het doen? Wauw, dit zo filmen is zo cringe, ouwe. Ik heb echt het geld, jongens. Ik heb het echt gemaakt online met Shopify, oh. Met e-commerce. Dus het is echt, het is niet fake. Wat een verschrikkelijke gast, ouwe. Hey, jongens, what's next? Thank you, hoor. Let's go. Waarom ga je nou ineens bij Versace naar binnen? Wil je net nog aan je voorzitter vertellen dat je het niet moet doen? Omdat het zo'n onzin is. Bro, wat een grap ben jij, ouwe. Even serieus, wat een mogol. Yes, jongens. Oh, dat wat vinden jullie? Is lelijk. Oh, wauw. Hij heeft geld, man. Hij heeft 250 euro. Doodziek. Wauw, iets dichterbij nog, man. Oh, dit is cringe. Works. Yes. Hey, met alles heb je systemen. Ik denk 4 maanden, wat ik eigenlijk net zei, met alles is cause and effect, toch? Ja. Wat ik mooi vind aan, is maar ik wil het woord attitude gaan zetten als tattoo. Ja. En wat ik attitude vind, is dat de cause and effect op jouzelf geïnternaliseerd. Dus daarmee bedoel ik dat jij het inzicht hebt van oké, alles wat je doet heeft een oorzaak. Dus hoe jij overkomt, jouw houding, jouw attitude, dat heeft een impact op wat je voor jezelf realiseert. Daarom vind ik dat woord attitude zo krachtig. En als je terugdenkt, alles komt neer op attitude. Want als ik deze value bomb even kort kan laten inzinken, is op dit moment kun je nu beseffen dat jouw hersenen nooit licht hebben gezien. Je zit er nu in een donkere kom, oké? Okay? Dus we leven letterlijk in de matrix. Jij maakt letterlijk jouw eigen realiteit. Wow. En dat is dus je attitude. Bro, wat de fuck lul deze guy, ouwe. Alex Mulder, 23 Skang, official music video. Catch me in my brand new 23. I'm a red jeans jet from Philippines. Dit is niet hem. Catch me in my brand new 23. Dit is gewoon een nummer van Skang. Hij heeft gewoon een eigen videoclip gemaakt op dat nummer. Dames en heren, ik kan het niet meer aan. Het spijt me voor dit. Hopelijk vond je het toch leuk. Vond je het leuk, doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En stop hiermee, ouwe. Holy fuck. Doei.